Hallo beste mensen, dit is Bieleveld, de 10 officiële camperplaatsen bovenop de Johannesberg in Bieleveld. Officieel dus, kost 5 euro per nacht. Daar is de Zannizuil, maar dit is gewoon een openbare parkeerplaats, aansluitend aan de camperplaats. En hier kun je misschien een paar honderd campers neerzetten, weet ik niet. En blijkbaar is dat ook toegestaan. En ik zal zo meteen met jullie hier naar boven gaan. Daar is nog boven op de berg is een hotel. En daar kun je heel mooi over de stad heen kijken. Als je dus van de camperplaats komt, je loopt over de grote parkeerplaats, waar ook kermis altijd is en andere grote evenementen, dan heb je hier een kletterpark. Dus je kunt hier klauteren. Hier loopt ook de Hermansweg. Dat is een weg die ik ooit gelopen heb, begonnen in Amsterdam. Helemaal Nederland uitgelopen, Duitsland ingelopen en dan via deze weg verder naar het Sauerland en van daaruit verder naar Frankfurt. Ongeveer 200 meter van de camperplaats in Bieleveld ligt dus de stad zelf. De stad is 300.000 inwoners groot en omdat het aan twee kanten ligt van een heuvelrug zie je de stad niet zo massaal. Dit is de stad waar ik geboren ben en de eerste 35 jaar van mijn leven heb gewoond. En inmiddels woon ik alweer bijna 35 jaar in Nederland. En hierboven, dus 200 meter van de camperplaats, waar je dus mooi op Bieleveld kunt kijken, ligt hier een hotel waar je dus kunt ontbijten of op terras kunt zitten. Dus het is heel mooi hierboven als je hier met je camper staat. Als je vanaf de camperplaats hier naar beneden loopt, rechts af, dan ben je binnen 10 minuten een kwartier in de binnenstad van Bieleveld.